We gaan zondag richting de laatste competitiewedstrijd van dit seizoen voor NEC. Woensdag speelde NEC nog tegen PSV, waar het verloor met 3-2. Maar er had meer in gezeten, toch? Ja, nou, in ieder geval zaten we op dat moment goed in de wedstrijd. En op het laatst viel wel een beetje de echte energie weg om nog druk te zetten. En PSV bleef ook in balbezit. Maar je weet nooit hoe het loopt. En ik denk dat we ons moeten vasthouden en focussen op hetgeen wat we daar in de tweede helft hebben gedaan. Zowel aan de bal als zonder bal. En ja, dat geeft ons een goed gevoel. En na de wedstrijd was het ook een beetje gek omdat je verloren hebt dat je dan toch tevreden bent. Maar dat was wel zo. Bart van Rooy nam na de wedstrijd nog uitgebreid de tijd om nog op de foto te gaan met een aantal PSV-fans. Die haalden hem toch niet over om naar Eindhoven te komen? Nee, ze zijn gewoon uit de vriendengroep. Maar het zijn wel fans van PSV. Maar hun zijn hartstikke trots dat ik zo in het Philips Stadion mag spelen. En dan vinden ze het leuk om deze herinnering vast te leggen. Dat wordt een leuk potje zondag, want het gaat voor beide ploegen gaat het ergens om. Nee, ja, dat is wel mooi dat het op de laatste speeldag voor beide teams ergens om gaat. Hè. Voor Fortuna om play-offs of misschien om directe degradatie. En voor ons om play-offs Europees voetbal. Dus mooi. Ik denk dat het een mooie wedstrijd gaat worden. Alleen ik zou niet gek opkijken als het moeizaam begint. Ja, waarom verwacht je dat het moeizaam gaat worden? Ja, je moet allebei winnen. Alleen ik denk dat het op het begin best aftast gaat worden. Als je kijkt hoe Fortuna de laatste week heeft gespeeld, is het eigenlijk altijd gesloten. En zorgen voor een goede organisatie. Nou, dat zal zondag niet anders zijn. Hè. Dan zal het ook misschien afhangen van de andere velden, hoe die wedstrijd verloopt. Kijk, wij spelen thuis, dus we zullen zeker willen aanvallen. Maar dat zullen we wel gecontroleerd gaan doen. In de afgelopen wedstrijd heeft Seuntjes best goed meeverdedigd. Dus ik denk dat hij wel goed zal volgen. Alleen als ik blijf gaan, zal het op een gegeven moment wel zwaar worden. Ik zei vorig seizoen, als je plek 7 staat, dan promoveer je. Als je plek 8 haalt, ga je gewoon Europa in. Ja, nou, het is vaak wel zo. Op welke manier je zo'n play-offs ingaat, bepaalt wel een hoop. En vorig jaar gingen we erin als underdog en verwachtte niemand wat van ons. Nou, en toen begon het, de machine te draaien. En nu heb ik ook het gevoel, als we het gaan halen, dat we, als ik zie hoe de groep traint en welke sfeer er is, dat we daarin ver kunnen komen. En het zijn al 2 geweldige wedstrijden die je gaat spelen en dan zullen we het wel zien. Ja, er valt nog genoeg te behalen dit seizoen, denk ik. En als het aan mij ligt, spelen nog meer dan 1 potje. Is iedereen fit? Behalve de gebruikelijke geblesseerden? Ja, iedereen is eigenlijk wel goed uit de wedstrijd gekomen. En iedereen heeft kunnen trainen. En we hebben morgen nog een dag, hè, zaterdag. Ja, en hoop je dat je in de tweede helft in ieder geval sommige spelers hun afscheid kan gunnen? Ja, nee, natuurlijk hoop ik dat. En dat is ook wel iets wat in je hoofd zit al een paar dagen. We weten dat Edgar en Rens gaan stoppen. Nou, die wil je een waardig en een mooi afscheid geven. Ja, dat is het mooiste als het op het veld kan gebeuren. Dus dat is ook een mooie uitdaging voor onze ploeg. Om te zorgen dat we dat al geregeld hebben voordat ze erin komen. Ja, ik zeg niet fijne vakantie. Ik zeg gewoon tot volgende week. Ja, tot volgende week. Dankjewel.